vlog 3 van de nieuwbouw van het Strabeg College, zo vlak voor de vakantie. Deze vrijdag dan gaan we met vakantie, 6 weken. En dan moet het echt gaan gebeuren, dan moet dit gebouw zowel binnen als buiten helemaal klaar zijn. En we gaan eens kijken wat de status is. Kom maar mee! We staan hier in het hart van de school. Het podium, de tribune, alles bekleed met eikenhout. Trussystemen aan het plafond, daar komt nog licht en geluid in. Dus alles is hier toch wel heel erg ver op weg om helemaal klaar te zijn. En dat gaat ook echt lukken. Hier achter de brug, die is ook al bijna helemaal klaar. Mooi met glaspartijen. En dat zijn dus de zelfstandige werkplekken voor de leerlingen van de bovenbouw. Hier ook in het hart van de school. In de aula eigenlijk. De receptie van onze school. De keuken waar onze vertrouwde schoolcatering van Tongerlo uiteraard weer terugkomt. En dat is een hele mooie plek geworden, ook hier in het hart van de school. En dan vlak bij de catering, en dat is niet expres zo gedaan, de kantoren van de teamleiders. Dus die komen met twee teamleiders komen die in zo'n kantoor te zitten. Op de achtergrond hier de patio. En jullie zien daarachter ook het groene huisje. Zit ook in het hart van de school. En dat is het expressielokaal. De keuken hier in de personeelskamer. Nou, zoals jullie weten is het gebouw energie-neutraal en overal in de lokalen hangen dit soort kastjes. En die regelen dus ook de temperatuur, de zonnewering. En dat zorgt ervoor dat, dat het klimaat heel erg aangenaam is in het hele gebouw. Een aantal maanden geleden stonden we hier ook en toen was het nog echt onder construction. En inmiddels is deze fase helemaal opgeleverd. Plafonds, wanden, vloeren, verlichting, afwerking, alles is hier gereed. En deze fase is dan ook echt opgeleverd. Nou, we hebben hier twee lokalen die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Deze tussenwand die kan eruit. We hebben in het gebouw 4 van dit soort ruimtes die wij groter kunnen maken. Bijvoorbeeld voor een grotere groep leerlingen of een grotere groep ouders. Nou, we hebben een aantal van dit soort patio's en die worden allemaal op deze manier worden die ingericht. Met wat hoge en wat lage beplanting. En vanuit een aantal lokalen is er ook toegang tot deze patio's. En dat kan dus zomaar zijn dat de leerlingen ook tijdens de les even buiten een lokaal kunnen gaan werken. Op dit soort plekken hier rondom de school. Dit was vlog 3 van de nieuwbouw van het Strabeg College. En zoals jullie hebben kunnen zien is er al ontzettend veel gebeurd. Is er ontzettend veel klaar. Maar moet er ook nog ontzettend veel gebeuren. En dan wordt de komende 6 weken wordt kei en kei en keihard doorgewerkt. Om deze school helemaal klaar te krijgen voor de start van het nieuwe jaar. Voor zover vlog 3. Fijne vakantie en tot in augustus. Tot ziens!